Esti Gerges. In a world. Esti Gerges tegen Ismael Lont. Een partij waar mensen op zitten te wachten. Ja, zeker weten. Dit wordt een hele harde partij. Zeker in het zwaargewicht. Ja, trap en stoten komen zo hard aan. Ik ben benieuwd hoe Esti zich voelt naar die 18 maanden absence van de ring. Weet je, hij is even absent geweest natuurlijk. Hij heeft even niet in de ring gestaan. Maar hij is helemaal terug. Hij heeft keihard getraind. Dus we gaan zien hoe hij daarmee omgaat. Esti, fighter Hart Gerges, 32 jaar, traint bij Tom Haring. Ja, Tom Haring, de bekende trainer natuurlijk, van verschillende grootheden. Peter Aerts, Jeroen Le Banner, ja, noem ze maar op. Well, forgive us these smiles on our faces. You'll know what. We zijn nog steeds hier bij Glory 31, live vanuit de Rai. Het moment natuurlijk dat de vechter zijn entree kan maken. En zoals je ziet, tegenwoordig is het zo te gek om te zien dat alle vechters worden tegenwoordig echt ook neergezet als rocksterren. Maar dat is ook de leuke van zo'n show. Het is een hele live evenement wat je moet meemaken. Ladies and gentlemen, this is Esti Gerges. Heel tof. Zoals je de muziek hoorde, playing with the big boys now. Ik ben nog even backstage, maar er moet echt een trapje bij, zeg maar. Jij bent al lang, maar hij is ook echt lang. Ja, zeker. Hij springt erin. This next man is a winner of 6 of his last 7 bouts, including 2 big glory wins in Copenhagen. Here is Ismael Lont. Ik zie dat allebei de heren iets meer massa bij zich hebben. Ook belangrijk natuurlijk voor de stootkracht. Ja, zeker, zeker. Die massa geeft net dat extra stukje wat net die knockout kan forceren. En je moet opletten dat je niet te veel massa pakt, waardoor je weer langzaam wordt. En dat het juist heel belangrijk is als zwaargewicht zijn, omdat ik zelf ook zwaargewicht ben, om lekker losjes en soepel te kunnen bewegen. Ismael, Mr. Pain Lont. 30 jaar. Traint bij Michel Tolel. Hij stond op 16 april tijdens Glory 29 tegenover Anderson Silva. Hij won deze wedstrijd. En hij is echt weer klaar om weer lekker te knallen. Neemt altijd lekker zijn tijd voordat hij naar de ring toe komt. Toch even lekker genieten, even die zenuwen van je afhalen. Die spanning en gewoon lekker even genieten van je muziek en jouw moment om te shinen. Ja, dat zeg je goed. Ja, echt het shine moment ook echt, hè? Ja, zeker. Zeker weten. Ismael Lont tegen Esti Gerges. De Glory World Series. Nou, even kijken. Qua leeftijd ligt het dicht bij elkaar. Reach bij Ismael iets meer in het voordeel. Ladies and gentlemen, this is your co-headline bout of the evening. Scheduled for 3 3-minute rounds in the Glory Heavyweight Division. Introducing first, fighting out of the black corner, a WSTA World and European Champion. His record 49 wins with 15 losses, 1 draw. 23 of those wins by knockout. He stands 6 feet 7 inches tall, a full 2 meters. And he weighed in at fight time at 235.5 pounds, 106.9 kilos. Fighting tonight out of Egypt, please welcome Esti Fighter Hart Gerges. His opponent standing on my left and fighting out of the white corner, a Glory heavyweight contender champion and a World Grand Prix runner-up. His professional record, 38 wins, 6 losses, 1 bout scored even,
18 of those wins by knockout. At 6 feet, 4.5 inches, 1.94 meters, he weighed in at an even 246 pounds, 111.5 kilograms. Fighting tonight out of Suriname by way of the Netherlands, here is Mr. Payne, Ismael Long. And the third man inside the ropes of the glory ring is Stefano Valenti. Okay. Please do the center. Battle of the big boys. Okay. Dutch, remember to work in clinching with the knees, right? Okay, corner. Nou, het zal mij benieuwen. Ja, zeker weten. Je ziet dat, in ieder geval, ik zie dat Hes die er goed uitziet. Goed getraind. Oké. Oké. Okay. Zie ook dat Ismael een beetje afgevallen is. Na de laatste keer dat ik hem gezien heb. Fight! Lekker ontspannen zoals die altijd is. Ze zijn begonnen. De eerste ronde van het zwaargewichtpartij. Ismael Lont versus Hesdy Gerges. Allebei starten gelijk. Goede combinatie met de low kick. Oppassen voor die knie. Ondanks dat Ismael zwaar is, springt hij toch die knie altijd goed. En explosief omhoog. Kijk, ze tasten allebei goed af met die jab. Dus met die linkse directe. Voelen ze de afstand van, hey, kan ik raken, ja of nee? Kijk, Hesdy wil altijd de druk zetten in de wedstrijd. Dat doet hij altijd, maar daar moet hij oppassen. Kijk, dat hij niet ineens stilstaat, waardoor Ismael eroverheen kan komen. Oei, die zat er volop. Die zat er volop. Oh, Ismael is aangeslagen. Hij moet opletten dat hij nou niet ineens die counter eroverheen krijgt. Maar Ismael is aangeslagen. Die opstoot zat erop. Goed zo. Even door combineren. Weer even op zijn benen. Ismael heeft het moeilijk. Even de focus van zijn hoofd afhalen en weer even terug naar die benen gaan werken. En dan gaan er weer gaten vallen. Kijk, Ismael is helemaal leeg. Hij weet even niet helemaal leeg. Hij weet even niet waar hij is, bedoel ik. Hesdy moet nu heel rustig blijven, goed gefocust. Kijk, oei, goede jab, goede low kick erop. Doet hij heel netjes. Ismael moet nu deze ronde doorzien te komen, maar het is nog 1,5 minuut. Netjes, dat doet Hesdy heel goed. Kijk, je ziet Ismael helemaal in elkaar kruipen. Please, neutral corner, neutral corner. Kijk, hij is nog steeds aan het zoeken. Neutral corner. This is a warning, not over. Oh, right? Okay. Dit is kostbare tijd voor Hesdy. Geven ze Ismael eigenlijk de tijd om te herstellen. Ismael gaat rechts voor staan. Ik denk dat hij beter even rustig kan proberen rond te bewegen. Maar hij weet nog steeds niet precies waar hij is. Ismael moet nog een ruim minuut vol gaan houden tegen Gerges. Fight! Die heel ja, hongerig is. Ziet er heel hongerig uit. Het lijkt wel of hij de woorden uit mijn hersenen haalt. Ik wil precies hetzelfde gaan zeggen. Kijk, je ziet dat Hesdy goed, goede gesloten dekking heeft. Hey, een push. Waardoor Ismael eigenlijk helemaal niet er doorheen komt. En alles wat hij doet raakt Hesdy. Goede opstoot, goede trap naar zijn benen. Oei, Ismael is in nood. Ja, hij is zeker. Is het hij probeert problemen. Het vol te houden. Maar Hesdy moet zijn eigen niet leegslaan. Dan staat Hesdy wel bekend om zijn hele goede conditie. Dus ik ben er niet bang voor dat hij zijn eigen zomaar leeg slaat. Maar hij moet wel altijd opletten. Pas op voor die blok. Blijf goed inleiden. Nog een halve minuut te gaan in de eerste ronde tussen deze zwaargewichten. Het tempo ligt heel hoog hoor in dit zwaargewichtgevecht. Wel van één kant. Hesdy heeft hier wel zijn rondjes gemaakt. Ja, zeker weten. Maar Hesdy moet nu eigenlijk goed. Ja, goede knie. Hele goede knie naar het lichaam. En hij blijft naar voren komen. Ja, je ziet dat Ismael het echt zwaar heeft. Probeert echt die ronde door te komen. Oei. Einde van de eerste ronde tussen deze zwaargewichten. Ismael Lont versus Hesdy Gerges. En duidelijk een voorsprong voor Gerges. Ja, hele duidelijke voorsprong voor Gerges. Ik heb het gevoel dat Ismael helemaal niet in deze wedstrijd zit. Nog niet in ieder geval. Ik hoop dat hij nu wakker is. Ik zag zijn trainer al in zijn gezicht slaan. Van, hey, word even wakker. Kijk, daar zie je wat combinaties van Hesdy. Hup, gooit hem gewoon op de grond, omdat hij helemaal aangeslagen is. Normaal zou dat nooit kunnen gebeuren. Ja, Hesdy was vastberaden om gewoon even gas te geven. Hij had echt zichzelf weer wat te bewijzen. Ja, zeker weten. Kijk, goede opstoot tussendoor. Vol in het gezicht van Ismael.
gevolgd met een nette low kick. De trap naar het bovenbeen. En ja, als je maar genoeg trappen naar het bovenbeen krijgt, dan ja, worden je benen gewoon als pudding. Maar hij kreeg natuurlijk gelijk in het begin kreeg het al zwaar te verduren, waardoor hij meteen al last had, hè? Ja, okay, zeker weten. Hij heeft nu weer kunnen uitrusten. Ja, nu kunnen we zien of hij hersteld is. Ronde 2. Het begint gelijk met die binnenkant low kick. Oh. Hey! Stop! Oh, kijk, nou doet hij het even terug bij Hesti. Even laten zien van, hey, nou ben ik weer wakker. Ja. Probeert iets druk op te voeren. Hij moet Hesti kijken. Oei, volgens mij is Ismael wakker. Ja. Hesti moet wel op blijven letten. Oh, niks aan de hand. Slip je door het vele matige zweet en vocht dat daar op de vloer ligt. Hesti moet het even overleven. Ik denk dat hij dit een minuutje vol kan houden en dat Hesti dan weer de druk kan overnemen. Hesti moet goed zijn dekking dicht houden, goed op blijven letten. Hey, je ziet dat Hesti zijn percentages veel hoger liggen. Ja. Is bijna alles geraakt. Kijk, oei, goede jab weer van Hesti. Hey, hij komt natuurlijk net even uit die rust, waardoor hij toch weer even hersteld is. Oei, moet Hesti wel weer opletten. Ja. Hij moet niet meegaan in die slagenwisseling. Hij moet eigenlijk nu Ismael zijn eigen leeg laten slaan. Kijk, hij gooit alles, maar op het moment dat hij lacht mist, er ook om. Ja, hij lacht erom. Lekker intimideren. Maar dat geeft toch aan dat die stoten wel hard zijn. Nou, hij kan wel lachen, maar hij voelt ze wel. Ja, hij schudt nee. Hartstikke mooi. Mooi spel is dit. Kijk, zo zie je dat het zoveel meer is dan alleen maar stoten en trappen. Er komt een heel mentaal spelletje bij kijken. Ismael probeert lekker te halen. Ja. Okay. Waardoor hij zijn eigen wel leeg aan het slaan is. Omdat hij niet eigenlijk aan het zoeken is waar hij wil raken. Maar hij wil gewoon alles raken. Nog ruim een minuut te gaan in de tweede ronde tussen deze zwaargewichten. Lond versus Geigers. Ismael moet eigenlijk iets meer die krachtige stoten iets meer zoeken naar waar die ze echt wil gaan raken. Kijk, dat kost zoveel energie als je zo'n stoot mist. Don't push. Kijk, en nou moet Hesti eigenlijk weer even aanzetten. Hup, allebei low kicks, heen en weer. Man. Hesti moet echt die low kicks meer gaan inleiden, want hij heeft nu al twee keer achter elkaar op een blok getrapt. Okay. Nog een halve minuut te gaan. Dus dat betekent dat hij eerst moet stoten en dan moet eindigen met een low kick. En dat is puur voor de afleiding? Ja, puur voor de afleiding, zodat je weer dat been kan raken. Je ziet dat Ismael erop let. Als hij die losse low kick geeft, dan hij blokt hem gelijk. Hesti probeert een beetje druk te zetten in de laatste secondes van de tweede ronde. Ja, dat doet hij goed. Maar Lond komt er overheen. Kijk, hij moet lachen. Mooi. Come on, stand back. Okay. En einde van de tweede ronde. Wat vind je dan? Ja, ik vond Ismael dat hij wel weer wat terugkwam. Maar ja, ik weet niet of het genoeg is. Ik weet echt niet of het genoeg is. Hesti was zo dominerend en sterk aanwezig die eerste ronde. En Hesti scoort toch lekker mee ook in deze ronde weer. Ja, die heeft echt een ijzersterke berenconditie. Kijk, hier zie je een paar harde zwaai stoten van Ismael. Probeert iedere keer netjes op stijl te stoten. Kijk, hartstikke mooi natuurlijk. Even dat mentale stootje. Die is misschien nog wel harder dan als een echte fysieke stoot. Want hey, je raakt me niet eens. Kijk, je ziet Hesti goed gefocust. Let goed op. Kijk goed, luister goed naar zijn trainer. Ismael ook. Kijkt goed, lijkt toch weer een beetje hersteld te zijn. We gaan ons opmaken voor ronde 3, dames en heren. Hesti staat alweer. Live vanuit de Rai Glory 31. Dit is de zwaargewicht partij op Glory. Spike TV tussen Ismael Lond versus Hesti Geigers. Nou, alles en beslissende ronde. En gelijk is het weer Geigers die probeert over te nemen. Ja. Meteen in de hoek van Lond. Ah, Lond komt ook. Kijk, dit kost toch energie, hè? Ja. Als je weer even valt, je moet weer opstaan.
Hesley moet dit vast blijven houden. Dus hij moet vanuit die druk blijven vechten, waardoor Ismael eigenlijk niet zijn combinaties kan maken. Stop! En dat is ook waar de jury op let, hè? Dat je attractief vecht. Ja. Hup, daar komt Lond. Kijk, ondanks dat die stoot op zijn dekking is, komen die wel aan. Stand back. Come on. Zeker van iemand van 111 kilo. Kijk, Hesley moet nu eigenlijk gewoon het tempo hoog leggen. Hij moet gewoon het tempo hoog leggen. En dat de Ismael heel netjes, op het moment dat Hesley stoten, gelijk die binnenkant low kick geven, waardoor Hesley gelijk zijn balans kwijt is. Don't push. Geen down. No, maar Ismael moet wel weer opstaan, wat echt vreselijk veel energie kost. Zeker in dit moment in de wedstrijd. Krijgt twee hele goede lichaamstoten. Ja, Ismael moet deze wedstrijd op een knockout gaan beslissen. Anders dan. Stop! Neutral corner, oké. Okay. Yes, please. Oké. Okay. Penalty, clinching, penalty. Oké, okay. Please. Oké, okay. Come on. Minpunt voor clinch. Okay. Allebei, ze krijgen allebei een minpunt. Fastly. Penalty, clinching, penalty. Meneer Valente is vandaag heel scherp. Ja. Fight. Ik heb hem wel eens wat minder scherp gezien op andere evenementen. Maar vandaag heeft hij in ieder geval... Hesley, hou je kin naar beneden. Ja, blijf terugvechten. Maar let goed op met je dekking. Op het moment dat je heen en weer gaat, wordt het eigenlijk een muntje gooien. Dan is het gewoon kop en munt, hij of jij. Okay. Nog ruim een minuut te gaan in deze derde ronde tussen deze twee zwaargewichten. Oei, oei, oei. Come on. Hij lacht erom. Nee jongens, dat was hem niet. Oh, stapt eruit. Ja, stapt netjes opzij. En dat moet hij eigenlijk doen vanuit een combinatie. No holding. Waardoor Hesley die stap niet ziet. Okay. En waardoor hij hem kan verrassen met een stoot. Hesley mag ze nu eigenlijk niet meer laten verrassen in dit stadium van de wedstrijd. Hij weet nu precies van welke hoeken het allemaal komt. En nu moet hij gewoon het tempo hoog leggen. Okay. Lond probeert nog van alles eruit te gooien wat hij kan. Ja, maar mist bijna alles. Not Jordan. Nu moet Hesley nog even druk zetten. Ja. Come on, let's fight. En dat vind ik wel heel goed. Hier komt Valenti er eigenlijk niet tussen. Hij zegt gewoon niet vasthouden en zorgt dat de partij doorgaat. Kijk, en ze gaan gewoon lekker door. Hup. En Hesley scoort mooi op zijn benen. Hup, en weer. Op en neer. De laatste 15 seconden van deze partij. Hesley moet nu goed opletten. Kijk, hij moet goed op blijven letten. Als hij niet geraakt wordt, en dan trekt hij toch deze wedstrijd naar zich toe. Dan verslaat hij gewoon de contender tournament winnaar. En het is klaar. Hele mooie wedstrijd. Ismael Lond tegen Hesley Gerges. Ik denk dat ik mag zeggen dat Hesley Gerges back in the game is. Hij is weer helemaal terug. Nou, we gaan er even uit. Hou hem hier op Spike. We zijn nog steeds hier. Live vanuit de Rai in Amsterdam. Glory 31, de partij tussen Hesley Gerges versus Ismael Lond. Ja, ik denk echt dat Hesley deze partij naar zich toegetrokken heeft. Maar ik ben benieuwd hoe de juryleden hierover denken. We gaan het horen van de enige echte ring announcer, Tim Hughes. De vaste ringspeaker bij Glory. Ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Kijk, zie je de statistieken. Het ligt niet heel ver uit elkaar, maar ja, Hesley heeft toch wel zeker meer gedaan. Het ziet er naar uit dat Gerges deze pot gaat winnen. Maar dit zijn maar de statistieken natuurlijk. Ja, je weet niet hoe de juryleden hier naar kijken. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of kickboxing, we once again go to the judges' scorecard. Here now are the totals. 28-27 Gerges, 28-27 Lont, and 28-27 for your winner by split decision, Ismael Lont. Dit is mijn god. Dit is
Verrassend. Nou, heel verrassend. Ja, dat is echt heel verrassend. Deze had ik niet zien aankomen. Nee. Dus wat ik heb zei... letterlijk zout in mijn koffie, zeg maar, in plaats van suiker. Ja, dit is wat ik zei. Ik dacht echt dat Hesley hem door het einde van wat hij in de derde ronde...